waar ik enthousiast van word. Ik word enthousiast van nieuwsgierige mensen. Ik word echt ontzettend enthousiast van mensen die pinter zijn, nieuwsgierig zijn, kritisch zijn, die mij ook uitdagen. Mijn lievelingsmuseum in Nederland is het Tijdersmuseum. Dat is het eerste museum dat ik heb bezocht. Ik was toen nog, ik vermoed ergens, 8, 9 jaar. En als kind dacht ik van, waar ben ik nu eigenlijk terechtgekomen? Wat is dit voor een omgeving? En ik weet nog heel goed dat dat me enorm prikkelde en nieuwsgierig maakte. En de collectie, wat ik daar allemaal zag, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Het leukste aan een familiebedrijf is dat je het vertrouwen geeft dat mensen hun ideeën kunnen delen en dat daarnaar geluisterd wordt. En dat je samen daaraan ook werkt. Maar het is wel eigenlijk goed om hier ook te benoemen dat familie heel breed is. Want ik werkte natuurlijk in een familiebedrijf, maar eigenlijk zijn de medewerkers ook familie inmiddels in dat bedrijf. Wat ik de komende jaren wil bereiken is een bijdrage leveren aan dat de culturele sector sterker wordt. Want we hebben gezien dat de sector behoorlijk is geraakt door de coronacrisis. En het heeft kracht nodig en stimulans nodig. En dat zou ik graag willen bewerkstelligen, in ieder geval een grote bijdrage aan willen leveren de komende tijd. Als jij blij bent, dan ben ik ook blij. Ja.